dan ga je op! Nee, nee! Knolpauw. It's a beautiful day! The sun is shining, it feels good, and nobody's gonna stop me now. Leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, dit is Deetje, en dat is de beste hond van de wereld. Laat je horen voor... Pak ze! Bumper! Bumper, maak eens geluid, Bumper. Woef! Ja. Ja. En wij zeiden, oh, het is zo'n mooie hond. En straks gaat Deetje weer lekker naar school. En dan ga ik weer richting Hilversum avonturen beleven. En Bumper, die vindt het echt geweldig. Want hij is vanochtend al uit geweest. Maar ik dacht, weet je wat, ik ga hem lekker verwennen vandaag. Hij gaat voor de tweede keer 's ochtends uit. En hij vindt dat helemaal geweldig. En dan staat weer helemaal te springen. Dus dat is heel erg gezellig. Deetje, heel veel succes op school. En het is ongelooflijk koud, ook al schijnt de zon. Laat de dag maar beginnen. Wow. Ja. Kom maar. Ga naar huis. Ga naar huis. Kom maar. Ik ga even wat mensen laten schrikken. Hun waren blijkbaar al goed wakker, want niemand schrok. Ha, verdikken me. Oké, onderweg naar huis. Het is gekomen en ik heb wel trek in lekker kabbie kabbie. Dus ik ga voor het eerst een kopje koffie voor... Oh yeah, mezelf maken met mijn nieuwe apparaat. Ik ben heel erg benieuwd of dit een degelijk mooi lekker kopje koffie wordt. Zo, het spettert wel goed. En ondertussen pak ik even dit erbij. Ik vind dit heel erg vet gemaakt. Het is een fanart en dat kreeg ik op het voetbalveld laatst. Van een paar vlogs geleden van een heel erg lief meisje. Laten we hem eens openmaken met z'n allen. Wauw, dit is vet gedaan. Keep calm and say fucking hashtag knolpower. En ze kan op zich best goed tekenen. En hier is iets wat ik uit kan klappen. Ik zal dit eerst even zo laten zien. Het ziet er heel erg mooi uit, dames en heren. Lieve Enzo, je maakt me altijd aan het lachen. Zelfs zo hard aan het lachen, ik val van mijn stoel. Je maakt me altijd blij. En ik verheug me altijd op 4 uur. XX Eva. Eva, heel erg bedankt. Ik vind hem echt ontzettend gaaf. Hij is goed gelukt. En het logo heb je echt heel erg mooi nagemaakt. Dus dikke shout-out. Naar Eva. Hier zit ik dan op mijn werkplek heerlijk te genieten van een bakje koffie. En ik heb een heel erg lekker pistoletje gemaakt met salami. En hij is nog warm, dus ik ga er meteen volop van genieten. Eerder had ik eigenlijk zowat nooit broodjes uit de oven. Maar sinds dat ik wat met D heb, dat vindt ze ontzettend lekker. En ik heb meestal zoiets van, ik wil snel iets klaarmaken, snel eten en dan heb ik dat gehad. En nu heb ik een beetje zo van geleerd dat ik er tijd voor moet nemen om even wat te eten en wat te drinken. Want heel vaak vergeet ik dat gewoon. Dus ik ga hier volop van genieten. Ik was een video aan het opnemen en in één keer keek ik naar buiten en dacht ik, wow, de wereld staat in de fik. De wereld vergaat. Het is over. Punt. Uit. Klaar. Zien jullie dat? Oh, alles is helemaal rood. Best wel bijzonder. Zie je geloof ik niet vaak. En ik doe heel erg mijn best om gewoon rustig deze vlog verder te laten gaan. Maar ik heb koffie op, dus... Ja, dat dus. Dit soort momenten dat ik dus super druk ben en dat ik echt denk van... Oh, kom op, je moet al je energie eruit gooien. Zijn perfecte momenten om gewoon lekker Minecraft aflevering op te nemen. Of andere video's die op mijn kanaal komen. Want op dit soort momenten voel ik me het prettigst. Gewoon super druk en gewoon helemaal gek. En daar houden heel veel mensen van. Dus ik ga naar binnen, ik ga achter de computer zitten en we gaan een lekkere Minecraft video opnemen. En heel erg even dikke shout-out naar iedereen die de Minecraft Survival aflevering volgt. Het is ontzettend bizar. Eerst was het altijd zo dat mijn vlogs echt 10 keer meer werden bekeken dan mijn Minecraft-video's. Maar nu vinden blijkbaar zoveel mensen de Minecraft-serie leuk dat het ongelooflijk veel wordt bekeken en bijna net zoveel als de vlogs. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee en ik doe ook ontzettend mijn best om ze zo leuk mogelijk te maken. Dus nogmaals, dankjewel en dikke shout-out naar jullie. En ik wilde vandaag trouwens ook nog eventjes naar de stad gaan om even mijn postbus leeg te halen. Maar helaas moet ik dat verschuiven naar morgen. Omdat het vandaag eigenlijk best wel een drukke dag is. Ik heb heel erg veel problemen gehad met mijn settings op mijn computer. Computer is veel sneller geworden, maar omdat alles eraf was, moet je natuurlijk alles weer opnieuw instellen hoe het eerst was. En aangezien ik nieuwe videokaarten heb, heb ik hele andere settings nodig die ik nog nooit heb gezien en ook helemaal niet begrijp. Maar als het goed is, staat het nu goed. Dus vandaar, ik ga het nog een keer zeggen, ga ik naar binnen in Minecraft opnemen. Snel! Zo, nu dat klaar is, laten we eens een bezoekje gaan brengen aan mijn enige, echte, lieve, grote broer, Milan Knol. Ta! Dat is niet vacht, hè?
Oké, Milan, ik heb wat leuke dingetjes voor je meegenomen. Blijf staan. Oh, halt. Ik kwam met een doos aanzetten. En laat ik gewoon beginnen met een heel erg leuk cadeautje wat is ingepakt. Hey, maak hem open. Ik weet wat het is. Weet je wat het is? Ja. Ja, ik denk aan het gewicht. Hè? Ik weet wat het is. Volgens mij komt dat door het gewicht. En als je je goed voelt aan het pakpapier, dan merk je het een beetje. Dus als ik dit doe... Nee, nee! Ja, het zou je eigen schuld zijn, want... Ja, ik weet wat het is. Het is een chocoladeletter. Wel een hele dure dan trouwens. Ja, en eentje die niet in de computer past. Thanks, man. Alsjeblieft, ouwe. Dat is jouw oude, toch? Ja, dit is dus inderdaad mijn oude videokaart. Ja. En aangezien ik twee nieuwe heb, heb ik deze niet meer nodig. En Milan heeft dezelfde videokaart als ik, maar hij heeft er één. Ja. En deze kan daar gewoon perfect bij. Kijk, ja. Kun je het vandaag zien. Hij heeft net zoals als ik, heeft hij zo'n mooie soort van glas ervoor, zodat je in je computer kan kijken. Ja, super tof. Nou, dankjewel. Maar ja, ik hoop dat hij past, man. Ik moet even dan naar mijn expert huisgenoot. Ja, Pieter. Ja, nou, ga maar kijken. En zo niet, dan zie ik hem wel terug. Komt helemaal goed. Oké, alsjeblieft. Dat is het eerste. Het is dus zo dat heel vaak als ik stickers krijg en dat soort dingen, gebruik ik het niet. Oh ja, dus, maar ik ook niet. Oh, ja. Daar heb je daar niks aan. Nee, ik, die heb ik ook. En hier heb je ook niks aan? Die heb ik ook gekregen. Maar ik heb hier nog één. Maar daar heb je ook niks aan. Ja, heel erg bedankt. Maar ik denk dat je dat beter gewoon met een meeting of zo aan fans kan geven. Ah, dat is wel leuk misschien. Want, want er zijn echt fans die helemaal fan zijn van dit merk. Oh, die okay. Niet zo erg. Nou, dan doe ik dat in de kast en neem ik dat een keertje mee. Ja, maar wel bedankt voor het aanbod. Alsjeblieft. Ik heb hier wel wat leuks. Huh? Super droog. Ah, die heb ik ook! Dikke vette poster, ja, man. Ja, die heb ik ook. Ja, weet je, die heb ik al klaargelegd om hem weg te geven aan een fan. Ja, sorry. Dan weet je ook wel wat dit is. Dat is er nog één. Ja, ik doe nooit iets met posters. Ik weet nog wel altijd dat Milan en ik waren altijd... Ik snap het gebaar. Ja, toch? Ik snap het gebaar van jou en het lijkt net of ik het niet waardeer, maar ik waardeer het wel. Alleen, ik heb het zelf ook gekregen en ik ben niet meer echt van de posters. Als je ook om je heen kijkt, is het niet meer een poster. Nee, maar dat wilde ik dus vertellen, want wij waren zeg maar altijd lid van een paar tijdschriften. Ja. En in die tijdschriften had je heel vaak posters. En jouw deur bijvoorbeeld, die zat er altijd helemaal onder. Ook op mijn kamer, Simpsons. Weet je nog? Ook op mijn kamer had ik allemaal overal van die posters hangen. Maar die tijd is voor ons voorbij. Ja. Dus alles aan posters, ja, dat geven we dus blijkbaar nu weg. En ik dacht, misschien doe jij dat heel af en toe nog, maar nee. Blijkbaar niet. Oké, nou, dan ga ik dit gewoon een keertje weggeven. En ik heb ook een klein cadeautje voor jou, maar dan moet je wel heel erg sterk zijn. Oh. Bereid je voor? Geef je over! Daar! Nee, gast, niet doen! Nee, gast! Ik vind dat niet leuk! Dat is gewoon een kruisboog! Hij is niet gespannen! Nee, maar dat vind ik gewoon eng! Ik vind het eng als ik wel eerlijk ben! Nee! Oh my god, nee, dat is echt eng! Dat is, dat is hetzelfde als je een pistool... Hier ligt een touw! Ja, maar dat is hetzelfde als ik een pistool op jou richt. Dan ga je ook bukken en wegspringen en op de grond liggen. Wat doe je dan? Nee! Ik vind dat echt eng. Je weet maar nooit, hè? Nee, je weet maar nooit. Daarom. Ik zou jou nooit schieten. Nee, dat weet ik. Ik jou ook niet. Ik hoop dat je trouwens niemand wil schieten met dat ding. Nee. Maar, Milan, ik heb nu nog iets heel erg tofs. Oké, kom heel even hier zo links staan. En gaan we samen heel eventjes hier naartoe kijken. Daarboven. Ja. Nee, ik doe niks. Ik ga je niet pranken. Oké, kijk daarnaar. Wat is in je hand? Nee, kijk daarnaar. Ik heb niks in mijn hand. Nee, hoezo? Kijk nou maar tegen de muur. Ja, ik vertrouw echt jou gewoon nul. Doe nou! Kijk naar de muur. Goed zo, blijf staan. Oké, je gaat iets pakken. Nee, ik ga jou upgrade geven. Oh, hey! Oh, ja. Deze is veel langer. Vet, man. Want die past er gewoon in, want kijk, daar mist gewoon een onderkant en bovenkant. Ja. Vet lelijk eigenlijk. En hij is schuin. Ja, en deze is gewoon... Dit is van de moeder van Dave. Ja, en dit ook weer, heb ik ook weer van haar gekregen. Oh ja, dat was nog over van behangen of zo. Toch? Ja, en dat geef ik dan weer door aan jou. Tof man. Dus alsjeblieft, heb je een nieuwe, die kan je erin doen. Ja, Oké, heel even snel het resultaat mensen. 1, 2... Oh man! Tadaa! Hoppakee, dat hebben we goed gedaan. Ja, inderdaad. Godverdomme. Dat doet iedereen altijd. Zo kut.
Holy shit, dit ding gaat hard. Ja, goh, terugzoeten. Ik wist niet dat het ding zo hard ging. Oh my god, ik heb ook een luchttoet, maar die gaat niet zo hard. Nee. Niet normaal, man. Oh my god. Nou, leg terug. Hallo, mijn huisgenoot Don is hier aan het opnemen. Jij zit hier te knallen. Oh, jij zit zijn opname zo. Ik ben lekker rustig aan het doen. Oh my god. Oké, okay, bro, was gezellig. Ja, vond ik ook. Nice to speak you. En we will meet again. Is goed. Blijf er één keer op het ding. Vind ik zo leuk. Oh ja, dat hebben de kijkers nog ineens gezien. En zo. Fucking droog. Het was een leuk dagje vandaag. Ook al heb ik het heel erg druk gehad. Maar die dagen, die heb je soms. En ik zat te kijken naar het aanrecht. En dacht ik, ja, hiermee ga ik de avond afsluiten. Ik kan het gewoon niet laten. En ik heb het natuurlijk dan ook niet voor niets gekocht. Een augurk. Het is gewoon ontzettend lekker. Ik hou echt van augurken. Hier ga ik nog eventjes van genieten. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie hem tof? Doe nog even een blauw duimpje omhoog. Vergeet vooral niet even te abonneren op mijn kanaal hier beneden voor meer vette video's. En als laatst, en jullie weten denk ik al wat er komen gaat, doe lekker mee als je wil. Dames en heren, 3, 2, 1, dikke, vette, peace. Knol Power.